Hi, ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik een wortel maak van Funloom. Zorg wel dat de pennetjes gelijk staan, dus niet om en om. Je hebt nodig 9 groene en 25 oranje elastiekjes. En dan gaan we beginnen. Ik werk met 2 elastiekjes tegelijk. Dus je pakt de eerste 2. Die doe je van het eerste middelste pennetje naar het tweede middelste pennetje. Dan doe je hem iets naar beneden. Dan pak je nog 2 elastiekjes. Die doe je van het tweede middelste pennetje naar het derde middelste pennetje. Dan pak je weer 2. Die doe je van het derde middelste pennetje naar het vierde middelste pennetje. Dan pak je nog 2. Die doe je van het vierde pennetje naar het vijfde pennetje. En van het vijfde pennetje naar het zesde pennetje. Doe je ze iets naar beneden. En dan gaan we nu deze rij maken. Ook weer met 2 elastiekjes tegelijk. Dan ga je van het eerste pennetje schuin naar boven naar het tweede pennetje. Dus zo. Dan pak je er weer 2. Die doe je van het tweede linker pennetje naar het derde linker pennetje. Van het derde linker pennetje naar het vierde linker pennetje. Van het vierde linker pennetje naar het vijfde linker pennetje. En van de vijfde naar de zesde. Zo. Dan gaan we nu 2 groene pakken. Die doe je van het zesde middelste pennetje naar het zevende middelste pennetje. Pak je er nog 2. Dan ga je van het zesde linker pennetje naar het zevende middelste pennetje. Dus zo. Dan krijg je deze vorm. Dan pakken we 1 oranje elastiekje. En die doen we dubbel. Die doen we hierop. Dus het tweede linker pennetje en het tweede middelste pennetje. Pak je weer 1 elastiekje. Die doe je ook dubbel. Die doe je op het derde linker pennetje naar het derde middelste pennetje. Pak je nog een oranje. Die doe je ook van het linker pennetje naar het middelste pennetje. Pak je nog een oranje. Doe je ook van het linker pennetje naar het middelste pennetje. En dan pak je een groene. En die doe je van het linker pennetje naar het middelste pennetje. Ook. Dan pak je je haaknaald. Pak je 1 groen elastiekje. Doe je erop. Dan doe je een dubbel. En dan krijg je dit. Dat er 2 lusjes op je haak zitten. Dat doe je nog een keer. En nog een keer. Dan heb je 6 lusjes van 3 elastiekjes. Dan pak je nog een elastiekje. Je trekt hem een beetje aan, zodat hij niet van je haak af kan gaan. En dan schuif je ze daarop. Zo. Dan doe je dit iets naar achter. En dan doe je dat andere lusje er ook op. En dan heb je de blaadjes. Dus deze, de blaadjes van de wortel. Die doe je op het laatste pennetje waar deze 2 groene samen zijn gekomen. Zo. Dat is dan een catband. Dan draai je de loom om, zodat deze naar je toe staan. En dan trek je deze even iets naar achter. Ik doe hem altijd op dit haakje. Dan pak je de bovenste 2. En die haak je hierin. Dus naar deze. Naar die. Dan doe je hetzelfde bij deze. En die haak je hierheen. Dan kan je deze weer hiervan afhalen. En hierop doen. Dan beginnen we met de rechterrij.
pak die oranje. Pas op, want er staat spanning op, dus hij kan kapot schieten. Dat moeten we niet hebben. Dan trek je hem een beetje met je vinger. Dan doe je die iets naar beneden. En dan doe je hem hier overheen. En zo ga je door tot deze. En dan ga je van deze naar die. Iedere keer de onderste. Ja. Iedere keer de onderste. En je hebt hier net een bandje geplaatst. Die moet je ook naar achter duwen. En die moet je alleen de elastiekjes gaan pakken die hierheen haakt. Dus deze elastiekjes pak je hier, de onderste. Pas op dat die andere bandjes niet meegaan. Die moeten op hun plek blijven. Dan doe je hier weer hetzelfde. Ik heb het net gehad, toen klapt er een elastiekje en dan moet je een heleboel terughaken en zo. En dat is niet zo leuk. Dan doe je hier weer, dan pak je die onderste twee. Ook hier staat spanning op. En die doe je hierheen. Ga je weer terug naar het begin, ga je die andere haken. En ook hier staat spanning op. In de eerste niet, op de eerste niet. Maar op de andere wel. Komt omdat dit draadje erbij zit. Nou, het zit in de knoop. Ah, kijk, bij mij is hier een elastiekje geknapt. Dat is jammer. Dan doe je het lusje dat niet is geknapt even terug op het pinnetje. Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Kunnen jullie gelijk zien hoe het moet. Die zorgen weer dat die onderop zit. Dan haal je dit elastiekje eruit. Pak je even een nieuw elastiekje. Dan haak je deze haakje ook terug. Die doe je ertussen. Je kan hier een beetje aantrekken, zodat hij er weer onder gaat. Dan haal je deze omhoog, behalve het andere lusje, die onderste. Doe dat lusje er weer op en dan kan je al deze weer terug doen. Zo. Sorry. Sorry hoor, maar er gebeurt iets grappigs. Zo. Het gaat een beetje vuurig. Ja, en dan zitten deze twee lusjes zitten er weer op. En dan pak je deze weer. Deze haaknaald. Pennetje. Pak je weer met je haaknaald en die doe je weer. Shit, weer een elastiekje geknapt. Moet ik het nog een keer doen? Je kan ook even doorspoelen. Zo meteen. En dan ga ik zo meteen verder, maar ik moet het even maken. Wat een rust. Ik heb geen elastiekje meer, dus ik moet even een elastiekje pakken. Ik kan in die mouw zitten. Nee. Ik heb een bak erbij. Ik pak even een oranje elastiekje. Zo. Deze eraf. Rustig. Die erop. Die erop. Deze eraf. Ook dit bandje meenemen. Dus eraf. Niet dit bandje. Die moet er nog gewoon op blijven. En af. Deze er weer op. Die er ook weer op. Zo. En het
andere bandje ook. Zo, en dan ga ik even haken. Zo, hopen dat hij nu wel goed gaat. Dit is gelukt. En als het goed is heb je dan nog één elastiekje. Nou, die ga je gebruiken om deze bij elkaar te houden. Dat is dit elastiekje. Dus deze, je haalt je haaknaald, haal je er doorheen. Door alle elastiekjes. En dan steek je hem eronder uit. Dan doe je het elastiekje op je haak. Een beetje strak houden. En die haal je dan door al je elastiekjes heen. Zo'n klein, zit het elastiekje erdoor. Dat doe je. Die doe je ook op je haak. Doe je het achterste draadje. Doe je er overheen en eraf. En dan een beetje trekken. Ik doe altijd mijn haaknaald. Zo. En dan doe ik deze een beetje naar voren. En dan trek ik hem een beetje aan. En dat is dan. Dan kan je hem aanhangen of zo. En dan haal ik. Ga ik weer terug naar het begin, haal ik deze eraf. En dan kunnen we hem af gaan halen. Deze eraf. Ook dit moet je voorzichtig doen, anders kunnen de elastiekjes breken. Ze blijven vaak hangen. Ook die bleef zitten. Let daar wel op, want als je hem dan weer los gaat halen en je trekt hem verder, dan kan die knappen. En dat is zonde van je hele werk, want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En dat zou zonde zijn. De laatste is moeilijk, want daar zitten heel veel elastiekjes op. Die bleef ook hangen. Die ook. Nou, en nu heb ik hem eraf. Hij is een beetje krom. En dan buig hem even, duw er een beetje in met je vinger en dan buig hem een beetje. Nou, dan is je wortel klaar. En klaar voor gebruik. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. En like even hier beneden, abonneer even daar. En dan tot ziens.